Vandaag ga je frikandelbroodjes maken. Frikandel heb ik even opgebakken. Bladerdeeg. Curry. En eenei. Ik heb wat sneetjes in het bladerdeeg gemaakt. Ongeveer 10. En dan leg ik mijn frikandel hier op. Doe ik wat currysaus overheen. En dan vouw ik hem dicht. Het is nu bijna klaar, alleen nog eventjes wat eieren overheen, zodat ze mooi goudbruin worden.